De brief aan 30 ondernemers met een vaste standplaats had nooit verstuurd mogen worden, zegt wethouder Carine Bloemhof. In de brief staat dat zij per 1 januari elke avond hun kraam moeten afbreken. De brief zorgde voor woede bij eigenaren van onder meer bloemen- en viskramen. Die zien het extra werk 's avonds en 's morgens vroeg niet zitten. Een fout, zegt de wethouder. Er is een brief uitgegaan naar ondernemers om ze te houden aan de geldende afspraak, namelijk dat de kramen mobiel moeten zijn. Dus dat er mogen geen bouwwerken zijn. Ze moeten in principe daar weer weg kunnen. En volgens mij had die brief zo niet geschreven moeten worden. Dus we hebben die brief ingetrokken. We gaan er een andere brief achteraan doen. Ze wil met de ondernemers in gesprek. We gaan nu de komende tijd eerst even het gesprek aan. Dus we gaan daar niet actief op handhaven. Het is zo dat standplaatsen moeten mobiel zijn. Dat heeft eigenlijk twee hele belangrijke redenen. Je wil geen oneerlijke concurrentie met winkels, want als je uiteindelijk een vaste plek hebt, dat hoort op een winkelplek. En twee, ook te voorkomen dat er allerlei bouwwerken plaatsvinden in de openbare ruimte. Dus hij moet mobiel zijn. Dus die twee principes vinden we heel belangrijk. Maar volgens mij moeten we gewoon even het gesprek aangaan met de ondernemers om tot oplossingen te komen. En zo'n brief voor kerst is echt niet handig. Dus we gaan gewoon nu het goede gesprek met ze aan. Al eerder was er gedoe over marktkooplui die alleen hun kraam mogen neerzetten met behulp van een voertuig dat geen uitstoot heeft. En daarvoor was er ophef over de reclamebelasting. Vandaag nog een gesprek gehad met de markt, toevallig vanochtend. En hebben we ook gezegd dat we kijken hoe we ook landelijk de regels zouden kunnen aanpassen. En hoe we ook met ontheffingen kunnen komen voor de zero-emissie. De markt is ons heel veel waard, is economisch van groot belang voor de stad. Dus deze wethouder gaat zeker vol voor die markt. En ook kijken hoe we daar een goede invulling aan gaan geven. Maar die reclamebelasting, die blijft. De reclamebelasting, daar is democratisch over besloten en dat is een feit. De oppositie in de gemeenteraad heeft inmiddels vragen gesteld over de kwestie.